Hey lievelingen, welkom bij een nieuwe video. Vandaag heb ik weer een mukbang voor jullie. Een Domino's mukbang. Ik heb pizza gehaald. Ik heb half-half genomen. Ik heb de pizza bacon met rode uien en salami. En zoals ik de vorige keer al zei, vind ik rode uien niet lekker. Maar ik heb deze eerder gehad en deze vind ik wel lekker. En als side item heb ik potato wedges. Ziet er wel oké uit. En als toetje, ik vind het zo lekker hè. Als toetje heb ik Cinnasticks. Ik weet niet of jullie het zien. Cinnasticks met de icing. Maar die bewaren we voor het laatst. Oké, oh. En ik heb een Red Bull. 355 milliliter. Want, met eten heb ik niet genoeg aan 250 milliliter. Dit is mijn ontbijt letterlijk, ondanks dat het middag is. Maar gewoon mijn eerste maal van de dag noem ik sowieso gewoon altijd ontbijt. Ik heb er zin in. Ik heb honger. We gaan beginnen met salami. Normaal gesproken neem ik echt altijd salami. Omdat ik dat gewoon het lekkerst vind. Maar ik had laatst toevallig die met bacon en kapot weinig bacon. Die met bacon en ui en barbecue saus. En die vond ik echt lekker. Ik vind het wel jammer dat het niet allemaal op beeld staat. Maar ja. Ik word altijd zo blij van eten. Oké. Ik heb vorige filmpje dat ik ging eten, zei ik dus dat ik niet wilde vragen of jullie, dat ik niet echt een Q&A wilde doen. Omdat ik dacht dat er niet zoveel vragen zouden komen. En nadat ik dat had gezegd, kreeg ik heel veel de opmerking van, doe een Q&A of waarom ga je geen Q&A doen, weet je wel. Dan leren mensen jou beter kennen. Dus dit keer dacht ik, ik ga een Q&A doen terwijl ik aan het eten ben. En als ik op Insta en ik praat normaal gesproken nooit met volle mond. En ik vind het ook echt onsmakelijk, maar dat hoort bij een mukbang. Zo normaal praat ik nooit met volle mond hoor. Maar in ieder geval, ik had op Insta en Snapchat gevraagd of jullie vragen voor mij wilden stellen. Zodat ik die kon behandelen in mijn mukbang voor vandaag. En ja, zoals ik al zei, had ik dus een aantal keer de vraag gehad of ik een Q&A wil doen. En toen dacht ik van, ik was eigenlijk niet van plan hoor. Echt in de nabije toekomst was ik het gewoon niet van plan. Maar toen dacht ik, oké, weet je, laat me dat gewoon doen dan. Terwijl ik aan het eten ben, dan heb ik ook een beetje tijdverdrijf. Maar ik heb niet zoveel vragen binnengekregen. Overigens merk ik dat ik nu zo'n plekje heb. Maar ik heb op het moment meerdere plekjes op mijn gezicht. Omdat ik gisteren ben gaan laseren. Dat doe ik nu. Dat is de tweede behandeling. En de eerste behandeling had ik er niet zoveel last van. Had ik geen plekjes of zo. En het viel ook heel erg mee met de zwelling en de roodheid en zo. Want na de behandeling word je gewoon rood. En het kan gaan zwellen. Je kan korstjes krijgen. De eerste behandeling viel heel erg mee. Had ik helemaal geen last van. Deed eigenlijk ook niet zoveel pijn. Het was wel even, zeg maar, ik vond het wel spannend om er naartoe te gaan. Omdat ik niet wist wat ik moest verwachten. Maar na afloop had ik eigenlijk helemaal geen last van en zo. Maar nu zie ik dat ik er nu wel echt plekjes aan overhoud. Maar volgens mij is dat een goed teken. Want dat betekent dat er ook echt wat gedaan wordt, weet je wel. Ik ben dus heel erg blij dat ik nu aan het lezen ben. Ik wilde dit echt al heel erg lang doen. Omdat
ik vind het gewoon zeg maar vervelend dat ik heb en oh, mijn nagel is gebroken, dus dit vind ik wel ook echt heel erg vervelend. Maar wat ik dus wilde zeggen, ik heb een hele lichte huid, ik ben super wit, maar mijn haren zijn wel heel erg donker. En ja, ik had er gewoon last van dat ik zulke donkere haren heb op mijn gezicht en dat dat ook gewoon zichtbaar is omdat ik zo'n witte huid heb. Dus ik wilde eigenlijk al een tijdje gaan laseren. Maar elke keer had ik geen zin om naar de huisarts te gaan om een doorverwijzing te krijgen. Deze is een beetje matig. Dit heb ik nog nooit eerder gehad trouwens. Van Domino's dan. Matig, maar misschien omdat hij al een beetje koud is. Maar in ieder geval wat ik aan het vertellen was. Ik had telkens geen zin om naar de huisarts te gaan om een verwijsbrief te krijgen. Zodat er een deel vergoed wordt. Maar op een gegeven moment, kijk, ik doe dan epileren. En ik laat het epileren, dus ik doe het niet zelf. En dat doe ik dan met touw. Ik laat het epileren met touw, want als ik het hars, mijn huid is gewoon gevoelig. Dus ik krijg er echt gewoon hele nare plekken van. Een beetje van die, een soortige brandwond kan je het mee vergelijken. Ik denk dat sommige meiden onder ons mij wel snappen wat ik daarmee bedoel. En dan krijg ik gewoon echt hele nare plekken ervan. Dus harsen kan ik sowieso niet. Dus ik liet het dan altijd epileren bij iemand. En dat doe ik echt wel jaren. Maar ik merkte dat ik steeds vaker moest gaan. Dus toen ik ermee begon, was het echt één keer in de twee maanden. Toen was het één keer in de anderhalve maand. Toen was het één keer in de vier weken. Dat was gewoon oké, weet je wel. Één keer in de vier weken, gewoon één keer per maand gaan. Dat vind ik echt niet erg. En toen werd het zo erg dat ik ineens één keer in de twee, drie weken moest gaan. Toen dacht ik echt van, nou, dat kan echt niet. Want aan het einde van de rit, weet je wel, ben je veel meer kwijt aan, ja, kosten voor epileren. Dan gewoon laseren. Dus ik dacht, ja, het moet gewoon gebeuren. Ik wil het gewoon niet meer. En toen heb ik een doorverwijzing gekregen. Super fijn. Dus een deel wordt vergoed. En ik ga niet naar een schoonheidsspecialist. Want meestal wordt het gedaan bij een schoonheidsspecialist. Maar ik ga naar een huidtherapeut. Ja, wat dus het verschil is. Een huidtherapeut. Nee, een schoonheidsspecialist die kan niet zo ver kijken als een huidtherapeut. Dus een huidtherapeut gaat echt gewoon veel dieper in de huid. Dus ja, dat was mij aangeraden. Ik was wel eerst van plan om gewoon naar een schoonheidsspecialist te gaan. Maar mijn huisarts raadde deze aan. En mijn huisarts is de beste. So, ik vertrouwde haar wel. Dus daarom heb ik nu van die plekken. Ik doe eigenlijk helemaal mijn gezicht van onder mijn neus. Alles. Ja. Omdat wenkbrauwen doet zij niet. Maar dat was ook niet van plan. Dus dat is goed. In de buurt van de ogen doet zij niet. Ik weet niet of anderen dat wel doen. Ik dacht het wel eigenlijk. En ik dacht ook dat ze dit ook doen. Maar hier heb ik gewoon te lichte haren. Dus ik weet niet of zij dat sowieso niet doet. Of dat ze het gewoon bij mij niet doet omdat ik lichte haren heb. Kijk, hier valt het wel mee. Dit kan ik gewoon nog steeds epileren. Dus dat vind ik ook niet erg om dan eens in de zoveel tijd daarvoor te gaan epileren. Omdat het gewoon niet zo heel erg opvalt. En ja. Het is gewoon niet zo donker. En niet zo dik en het groeit niet zo snel. Ik ga beginnen met de vragen. Normaal gesproken hou ik trouwens alleen maar een pizza. Een pizza en soms een stuk erbij. Maar nooit een side dish of zo. Die zinnensticks zijn echt super lekker, hè? Ik wist dat echt pas. Er was een periode
waarin ik best wel vaak domino's at met een vriend van me. Met een vriend van me. En een keertje zei hij van, bestel cinnasticks erbij. En ik had daar nog nooit eerder van gehoord, omdat ik haal alleen maar pizza's bij domino's. En toen hadden we het gehaald. En het is kapot lekker. Oké. Ik heb als allereerst gelijk een paar keer dezelfde vraag gehad. Wat is een mukbang? Een mukbang is een video waar je aan het eten bent. Wat ik nu dus aan het doen ben. Dit wil ik even toelichten voor het geval je dit nog niet wist. Dit is zo lekker. Bacon en ui. Maar op dit stukje zat geen bacon. Maar die barbecue saus is lekker. Ze moeten daar meer bacon op doen. Ik had het plusje moeten doen. Voor meer bacon. Maar ik wist niet dat ze er zo weinig op zouden doen. Come on. Wat is je snap? Mijn snap is It's Anna Maria. Staat ook in de beschrijving. Ik ben zo'n langzame eter. Eigenlijk zijn mukbangs echt niks voor mij. Gewoon puur omdat ik zo langzaam eet. Dan ga ik ook nog eens veel bestellen. Omdat ik dan denk van, dat lijkt me leuk om te zien voor jullie. Maar dit duurt langer. Ik vond het overigens best wel moeilijk om die vorige. Het was niet echt een mukbang. Ik was er terug aan het kijken. En ik had echt 2, 3 keer of zo gezegd van, eigenlijk was het gewoon een mukbang. Zei ik 2, 3 keer in die video. En toen keek ik het terug. En toen dacht ik, nee. Nee, Anne, dit is geen mukbang. Het is gewoon een proefvideo. Maar dit is wel een echte mukbang. Maar ik vond het dus best wel moeilijk om die vorige video te editen. Omdat het is geen mukbang. Dus kijk, weet je, ik vind het dan ook raar om, zeg maar, wanneer ik dan aan het eten ben en de eerste reactie is dan geweest, om dan dat erin te laten. Omdat, kijk, ik eet wel langzaam, weet je wel. Dan heb je gewoon lange stukken. Maar je mag gewoon ziet kouwen. En met een mukbang kan dat gewoon. Omdat het een mukbang is. Maar met een proefvideo, ja, is dat gewoon, wil je dat volgens mij gewoon niet zien. Like, ga gewoon door met proeven en je mening geven. Snap je? Zou ik dan denken. Ik weet niet of je dat dacht bij mijn video. In ieder geval, we gaan door. Oké, ik heb een vraag van een vriendin van mij. Ook bij die vragen, zeg maar. Ze vraagt. Chocopasta geroerd of normaal? Mensen, ik ga jullie iets vertellen. Niemand doet dit. Als je dit doet. Nee, niemand doet dit. Ik weet zeker dat alleen zij dit doet. Letterlijk, zij is de enige. Oké, dus ik was laatst aan het FaceTime met deze vriendin van me. Zij was een broodje aan het maken en zo. En ik was niet aan het opletten. Ik was in ieder geval niet naar het FaceTime scherm aan het kijken. Dus ineens hoorde ik de hele tijd dat mes tegen die pot van de chocopasta aangaan. Het was chocopasta, geen Nutella. Dus van die duo pasta, wit en bruin. Dus ik zeg zo, wat ben je aan het doen? Zeg ze, ik ben mijn chocopasta aan het roeren. Je chocopasta aan het roeren? Ze zei niet het zien. Ze was eigenlijk letterlijk in die pot met dat mes die hele chocopasta aan het roeren. Bro, dat doe je toch niet? Omdat, dus waarom,
waarom ze dat doet. Zodat het wat smeuiger wordt. Dat het niet, wanneer je het op brood smeert, dat het niet hard is. En zodat je dat witte niet meer ziet. Het zag er echt belachelijk uit. Duo pasta hoort gewoon duo te zijn. Gescheiden van elkaar. Wat voor werk doe je op dit moment? Deze vraag wil ik wel beantwoorden. Op het moment. Weet je wat het is, mensen? Werk en privé wil ik gewoon gescheiden houden. Kijk, ik werk echt niet op een bijzondere plek. Mijn vorige baan was ook niet op een bijzondere plek. Maar ik heb, zeg maar, van mijn vorige baan had ik er zo in gestampt dat ik het niemand zou vertellen. En dat maakt mensen extra nieuwsgierig, heb ik gemerkt. Maar ik ben het dus zo gewend van die vorige baan dat ik het niemand vertel waar ik werk. Dat ik dat nu dus nog steeds niet doe. Maar aan de andere kant, ik wil het ook gewoon niet vertellen. Kijk, weet je, ik vlog. En ik deel eigenlijk al heel erg veel met jullie. Ik vind dat ik wel een aantal dingen gewoon privé mag houden. Daarnaast is het gewoon heel erg onprofessioneel. Voor, kijk, ik heb natuurlijk ook gewoon mensen in mijn buurt die mijn filmpjes kijken. En het is gewoon heel erg onprofessioneel als ik aan het werk ben. Dat dan een kijker of zo naar me toe komt. En ja, ik weet niet wat er dan gebeurt, maar het is gewoon heel erg onprofessioneel. En mijn leidinggevende gaat dan ook denken, weet je, doe dat lekker ergens anders of zo. Je bent nu op werk. Zo ja, dat wil ik gewoon graag gescheiden houden van elkaar. Zoals ik al zei, ik deel al heel veel dingen. Zoals ik al zei, er zijn gewoon een aantal dingen die ik privé wil houden. En dat is onder andere werk. Maakt niet uit wat ik doe, weet je. Het is echt niet bijzonder. Het is wel voor het eerst dat ik dit doe. Ja. Maar het is geen bijzonder werk. Iedereen kan het. Wat is je volgende vakantiebestemming? Nou, laat ik jou eens vertellen. Mijn volgende vakantiebestemming. In de nabije toekomst ga ik nergens naartoe. Daar zijn we, tenminste, er staat niks op de planning. Misschien dat we ergens halverwege het jaar of zo toevallig ergens naartoe gaan, random of zo. Maar er staat niks op de planning. In de zomervakantie ga ik ook nergens naartoe. Maar ik weet wel mijn volgende vakantiebestemming. En dat duurt echt nog super lang. Maar mijn volgende vakantiebestemming is zomer 2020. Dus niet aankomende zomer, maar die zomer daarna. Kapot ver. Ga ik naar Zweden. En dan heb ik nog één laatste vraag die serieus is. Want de rest zijn allemaal van mijn vrienden die grappig proberen te doen. Ik heb eindelijk een stukje bacon. Zie je het? Een boven stukje. Zoveel barbecue saus. De vraag is, kun je koken? Nee, ik kan niet koken. Oeps. Dat was de laatste vraag dan weer. Zie je? Er zijn heel weinig vragen gesteld, maar wanneer ik zeg dat ik geen Q&A wil doen, dan zeggen mensen de hele tijd van,
ja, je moet een Q&A doen. Bla bla. Dat is waarom ik geen Q&A doe. Ik had eigenlijk wel een vraag verwacht over welke opleiding ik wil doen of zo. Of ja, meer vragen over mij. Maar dat maakt niet uit. Ik ga jullie nog steeds vertellen welke opleiding ik ga doen. Ik ga social work doen. En de afgelopen 2 jaar wist ik op welke school ik dat wilde gaan doen. Maar sinds dit jaar ben ik gaan twijfelen. Dus ik ga naar open dagen. En ja, dan baseer ik mijn keuze daarop. Maar ik heb wel reviews gelezen. En mijn eerste optie, dus waar ik de afgelopen 2 jaar al naartoe wilde, dus mijn eerste optie, die staat wel het beste aangeschreven. Ook gewoon reviews van mensen die erop zitten, op die scholen, waar ik naartoe wil. Dus ik ga gewoon naar de open dag en als het goed voelt, voelt het goed. En zo niet, dan niet. En anders ga ik daar gewoon het eerste jaar naartoe en dan switch ik gewoon. Ik weet niet of dat mag, maar dat moet wel kunnen, toch? Gewoon switchen van school, maar zelf de opleiding. Dat moet wel kunnen, toch? Anders zou ik het heel raar vinden. Oké, ik ga de pizza's eventjes laten voor wat het is. Trouwens, bij ons thuis wordt... bij ons thuis wordt geen eten weggegooid, hoor. Dus... als ik het niet later op de avond opeet, dan eet iemand anders het wel op. Ook met de vorige video. Die proef van Mackie. Hebben mijn ouders gewoon de rest opgegeten, hoor. Dan heb ik voor laatst nog die cinnesticks. Ik denk dat ze op dit moment niet zo heel... in ieder geval minder lekker zijn. Omdat ze niet meer warm zijn. Het is een... cinnesticks zijn dus van die kaneel... Kijk, het is nu een broodje, een kaneelbroodje. Maar je ziet allemaal die strepen. Dus het is gesneden. Dus ik moet even uit elkaar halen. En dan heb je er sweet icing bij, wat jullie niet zien omdat het niet focust. Normaal gesproken heb ik altijd mijn haar vast als ik eet. Maar ik zag hoe lelijk dat eruit zag in de vorige video. Dus ik dacht... dat gaan we dit keer niet meer doen, hè? Oh, wacht, even omdraaien. Kijk, kaneel zit erop. Ja, ik focus niet meer. Je ziet wel dat donkere. De zonnekant. Oh, alsjeblieft, laat het lekker zijn. Ik heb het al zo lang niet meer op. Ik ben echt een sukkel dat ik er zo blij van word. Ik zeg je eerlijk, zelfs koud is het nog lekker. Normaal gesproken vind ik hem koud niet lekker. Sick dit. Trouwens, bij de Domino's waar ik naartoe ging, kon je alleen pinnen. Dus ik dacht, ja, ik vroeg, is dat alleen in dit filiaal of is dat alle Domino's? En toen zei hij, nee, alleen in dit filiaal. Omdat blijkbaar zijn er twee bezorgers overvallen of zo. Dus hebben ze geen contant geld meer. Gek man. Wie gaat de Domino's bezorger overvallen? Maar ik had er helemaal niet van gehoord. Dus ik ga zo meteen even opzoeken. Ik ben er wel naar benieuwd. Benieuwd naar.
Oh, ik zit vol. Een beetje misselijk vol. Omdat ik normaal gesproken ook niet zoveel eet met die patat erbij en zo. En dan ga ik mijn mukbang hierbij beëindigen. Ik heb niet alles op kunnen eten. Ik heb echt nog heel erg veel van die potato wedges over. Maar dit vindt mijn pa wel lekker. Denk ik. Oh, ik zit echt vol hoor. Hoor. Dit was mijn ontbijt. Kijk, ik heb dit nog over van die Cinnasticks. Mensen, echt waar. Als je dit nog nooit eerder hebt gegeten, ga naar Domino's en bestel het meteen. Die icing komt er standaard bij. Maar ik heb wel eens gehad dat ze het vergeten waren. Dus zorg ervoor dat die icing erbij zit, ja. Anders denk je dat ik lieg en dat het niet zo lekker is. Maar die icing maakt het echt... Zal ik eens proeven zonder icing? Oh ja, het is zeker icing. Bedankt voor de mensen die vragen hebben ingezonden. En als je hier voor het eerst bent, abonneer op mijn kanaal. Dat zeg ik nooit hoor. Nee, dat zeg ik echt nooit. Dat zeg ik eens in de zoveel tijd, zodat ik jullie eraan herinner. Dat jullie ook gewoon moeten abonneren op mij. Als jullie willen. Is wel leuk toch? Dan blijf je up-to-date op wat ik post. Kan je me elke week zien. Ik hoop dat jullie de volgende keer weer kijken. En als het niet bij een mukbang is, dan hoop ik je te zien bij een nieuwe weekvlog. Was dat het? Ja, dat was het. Laat een like achter als je dit leuk vond. Als je het niet leuk vond, dan laat geen like achter. En laat me in de comments weten wat jouw favoriete pizza is van Domino's. Wat je altijd neemt. Ik neem altijd salami. Als je tot zover hebt gemaakt en echt in de comments reageert wat jouw favoriete pizza is, dan ben je echt een held. Dan wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze video. En dan hoop ik jullie ooit weer terug te zien op mijn kanaal. Doei lievelingen!